wat moeten we toch altijd veel e-mails schrijven. En stel je voor dat ik nu een erfpacht e-mail krijg en dat ik hier een verhaal krijg wat ik allemaal moet doen. Ik kan dan zeggen, ik wil een reply doen. En dan kan ik alles gaan schrijven. Of ik kan op dit kleine blauwe balkje drukken en zeggen van, nou, ik wil reageren op deze e-mail van de gemeente als erfpachter en vertel dat ik alles zal doen wat ze vragen. Om maar er even vanaf te zijn en om mee te zorgen. Dan zegt hij, beste gemeente, ik ben erg gemotiveerd om dit te doen. Stap te ondernemen. Hier bevestig ik mijn toewijding. En dan zeg maar, en dan kan ik eigenlijk zeggen, joh, schrijf het op een simpele manier. En dan krijg je gewoon een vriendelijke manier acceptatieformulier zal ik invullen. Ik begrijp dat ik een kopie moet doen. Dankjewel voor de duidelijke instructie. Bla bla bla. En dan kun je zeggen van, nou, ik wil met vriendelijke groeten Vincent. En ik wil het inserten. En ik ben klaar. Dat is het. Heel handig.